dan is een... Ook in een gebied die toch wat soberder stemt, is deze grafiek. Die geeft het aantal verpleeghuislocaties weer waar tenminste één geval van COVID-19 zich heeft voorgedaan. Corona in verpleeghuizen. Waarom is deze ramp nu pas voorpagina nieuws? Ja, Bert, in 40% van de verpleeghuizen corona. Ik was erdoor verrast, maar jij ook? Ja, achteraf is het makkelijk zeggen. Hè? Van, nou, dat zag ik wel aankomen. Maar nee, want men wist wel dat er een ramp op ze afkwam. Maar hoe erg dat zou zijn, nee, dat heeft niemand gezien. Het is echt, we zijn verrast. Ja, ik denk dat we allemaal erg gefocust waren, de media, op die IC-problematiek. Hebben we genoeg bedden? En die patiëntengroep vond het belangrijkste. En daar moet alles voor gedaan worden. Met respect. Maar goed, er was nauwelijks ruimte in het nieuws voor de ellende in de verpleeghuizen. Dat is één factor. De tweede is, men is ook niet erg assertief in die verpleeghuissector. Men loopt niet graag de straat op met slecht nieuws. Zeker niet met dit slechte nieuws. Omdat ze toch een beetje bang zijn dat ze te horen krijgen. Ja, dat hebben jullie ook niet goed geregeld. Hè? Zoiets. Hè? En dat was ook een klein beetje het geval. Omdat de beschermende maatregelen waren nauwelijks mogelijk. Want ze hadden niks. Ze hadden geen mondkapjes of wat dan ook. Dus ja, dat is die doden. Daar kleven allerlei zeg maar, bezwaren aan. Waardoor je niet zo graag over praat voor een kamer. Hoi, mam. Uit het feit dat dat bezoekverbod, die huizen op slot gingen, betekende natuurlijk ook dat er veel minder mensen waren die binnen in het gebouw de tijd en de ruimte hadden om eens te kijken wat speelt zich hier nu eigenlijk af. En het personeel zit zeg maar, tot hier in het werk en in de ellende, dus die hebben ook geen tijd om de klant steeds te bellen. Nee, ik snap het wel een beetje. Hoor. En dit is ook veel leuker om te laten zien. Dus dat valt wel mee. Maar het viel helemaal niet mee. Human.